We wisten het natuurlijk al, hè, dat hij hier zou staan op de LA Auto Show, de Alfa Romeo Stelvio. Stelvio was voorspeld, zo zou hij gaan heten, maar ze lieten het een beetje in het midden. Zou zo anders kunnen zijn? Ja, niet anders. Kamal werd gesuggereerd, het is Stelvio geworden. Stelvio natuurlijk de beroemde weg in de Alpen met de 1000 bochten. Prachtig, en nou moet deze auto het goed gaan doen. En nou is Alfa Romeo natuurlijk het merk van de auto's met de performance. De Giulia, heel goed. Prachtige balans in het onderstel. Een hele stijve auto. Deze doet het zeer waarschijnlijk niet minder. Staat ook op het Giorgio onderstel. Heeft een 50-50 gewichtsverdeling. 50% van het gewicht bij de assen. Dat is natuurlijk perfect, ultiem voor een goed sturende auto. En ja, voorin 505 pk, 2.9 V6 biturbo. Gebouwd, ontwikkeld door de mannen van Ferrari. We weten dat die motor goed is. Komt ook een 280 pk versie. En eigenlijk kunnen we gewoon stellen dat alle motoren die in de Giulia zitten of komen, ook in deze Stelvio zitten. Komend jaar op de markt. En dan is dit een voorbode van nog veel meer nieuws bij Alfa Romeo. Deze SUV wordt opgevolgd op termijn door een nog grotere. Die komt erboven te staan. Een ja, X5-achtige auto. Dan hebben we het over BMW. We hebben de Giulia. Dat is een BMW 3-serie. En dan komt er ook een model boven de Giulia. Dat moet dan een BMW 5-serie-achtige auto zijn. Een sportauto. Brera gaat komen. Daar een Spider-versie van. Inderdaad ook. Een nieuwe Giulietta. Zeker, ook een soort BMW 1-serie met 8-wielendrijving. Daar dan weer een stageversie van. En dan zijn we in 2020. En eerst gaan we komend jaar rijden met de nieuwe Alfa Romeo Stelvio.